Ik ga een arts ontmoeten die onderzoek doet naar asbestkanker. Asbestkanker heb ik zo'n beeld van bouwvakkers die met daken hebben moeten afbreken en muren hebben moeten afbreken waar asbest in zit. Maar ik heb nooit in acteren stage gelopen eigenlijk. Wat is dat voor chic pak wat daar hangt? Dat is mijn professorspak, zou mijn dochter zeggen. Ah, je bent professor. Ja. Dat is fijn. En dan ben jij gespecialiseerd in asbestkanker. Ja, asbestkanker is een hele rare ziekte in die zin. Hè. Dus asbestvezels worden afgebroken tot hele kleine vezeltjes. Ja. En die vezels die zijn klein genoeg om heel diep in onze longen te komen. Want als iets groter zou zijn, dan blijft het in je luchtwegen hangen. En dan hoes je een keer. Hè. Dat heb je al een keer gehad als je een stoffig huis schoonmaakt of zoiets. Dan zit je op een gegeven moment een keer hoesten. Dan hoes je van allerlei rommel op. Ik vind het idee dat er dan van die dingetjes in de lucht dwarrelen die zich vastzetten in je longen, dat vind ik een heel akelig idee. Wat wij doen met onze behandeling, dat is dat we die verkenners, de voorlopercellen daarvan, die isoleren bij mensen, die halen we uit het bloed. Mm-hmm. En die brengen we in het laboratorium in contact met eigenschappen van die kankercellen. En dan spuiten we die verkenners terug in bij die mensen. Oh, waarbij ze dan dus, als het goed is, die nieuwe soldaten op gang gaan brengen. Dus wat we vanmiddag voor bedacht hebben voor Monique om te doen, is met name echt gericht op de klinische toepassing die we nu hebben. Koen, ja. Jij bent directeur van het lab, eigenlijk, kan je zeggen, toch? Ja, zeker. Ja, ik ben degene die de productie van het vaccin eigenlijk overziet hier. Dat betekent ook dat wij je zo meteen mee naar binnen begeleiden eigenlijk waar we het product ook daadwerkelijk maken. Het probleem is eigenlijk daar dat je speciale kledij aan moet en dat je normaal gesproken een kwalificatieprocedure moet ondergaan om daar überhaupt binnen te komen, zeg maar. Maar ik kan heel goed doen alsof, hè? Precies. Ik zou voorstellen dat we nu ons om gaan kleden en gaan kijken hoe dat is daar in de cleanroom. Nou, de bedoeling is dus dat het pak is nu steriel en het moet ook steriel worden aangetrokken. Ja. Een cleanroom is dan een kamer waarin eigenlijk geen micro-organismen, geen bacteriën, geen virussen kunnen komen. Wij hebben een behandeling met cellen, dus cellen van de mensen zelf die we iets geleerd hebben. En het zal dus, dat is een heel erg arbeidsintensief proces in het laboratorium, wat heel veel voorzorgen vereist. Het is toch zo, als je verhalen hoort van mensen die kanker hebben, dat het veel dichterbij komt. Hoe heb jij ontdekt dat je asbestkanker had? Ja, met ademhalen begon ik iets te voelen. En toen dacht ik, joh, dat is ik. Mijn conditie is gewoon slecht geworden. En hoe oud was je toen? 35. Uiteindelijk viel asbestkanker dan. En dan krijg je het horen dat je maximaal nog een jaar te leven hebt. Zo. En mijn dochtertje was 6. En dat is het enige waar je aan kan denken. Ik vond het ook vreemd om te horen dat er dan zo'n meisje of jonge vrouw asbestkanker heeft. Weet je waar dat dan gebeurd is? Ik heb zelf wel een heel klein vermoeden. Vroeger ergens gewoond en dat was aan een pad. En naast dat pad was dat opgevuld met, dat was niet getegeld, maar daar lagen, in mijn belevenis was het een soort om te zien turf. En ook asbest zat daarin. En daar speelde ik als klein meisje. Dus wij hebben het idee dat dat daar is. Je bent wel 8 jaar verder en niet zoals ze zeiden, je hebt nog een jaar te leven. Ja. Toen heeft dokter Cornelissen gevraagd of ik mee wilde doen aan een testtrial. En dat heb ik gedaan. En waarschijnlijk zit ik daardoor hier nog. Maar dankjewel dat je het verhaal hebt willen delen. Ja, tuurlijk. De mensen waar we het voor doen, dan weet je weer wat de motivatie is om het te doen. En daarom zijn we met z'n allen thuis ook hard voor bezig. Ja, goed bezig.